ik ben Vincent en in deze video ga ik het hebben over een luchtdruk pistool dat wij momenteel erg veel verkopen. Dat is de Artemis CP400. Dit luchtdruk pistool is erg populair in Nederland. En waarom? Omdat het eigenlijk een van de weinige meerschots luchtdruk pistolen is die je in Nederland vrij kan kopen. Het is namelijk zo, in Nederland is de wetgeving nu, op het moment van dit filmpje zo, dat luchtbuks qua kracht in ieder geval wel vrij is. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook hele krachtige persluchtbuksen. Alleen de gelijkenis van een luchtbuks of luchtdrukpistool, dat is wel weer wat strenger aan regels gebonden. Zo mag een luchtdrukpistool niet een één op één gelijkenis hebben met het bestaand model vuurwapen. En bijvoorbeeld in het buitenland, in Duitsland, kom je wel CO2 pistolen tegen die dat wel doen. En die zijn dus in Nederland verboden. De meeste fabrikanten die maken dan ook liever iets wat natuurlijk echt lijkt, omdat dat beter verkoopt. En er zijn eigenlijk maar heel weinig luchtdrukpistolen die meer schot zijn op CO2, die mogen in Nederland. Eén daarvan is de Baikal MP651. Alleen die is eigenlijk op het moment van dit filmpje al heel erg lang uitverkocht. Heeft te maken met het wapenembargo tegen Rusland. Dit is een pistool wat er eigenlijk heel erg op lijkt. De Artemis CP400. Dit is dus een meerschot CO2 pistool. Hij werkt op een 12 gram CO2 patroon wat in het handvat gaat. En het toffe is gewoon, hij heeft een 8 schots, 4,5 mm magazijntje. Waar je dus ook gewoon diabolo's in kan doen. Of puntkogeltjes, of eigenlijk de meeste vormen, zolang ze maar qua lengte passen binnen dit magazijn. Maar het magazijntje is behoorlijk lang. Dus ik heb nog niet een kogeltje gevonden die er niet in past. Het zou misschien kunnen als je hele speciale lange kogels met een punt hebt, dat die er niet in gaan. Dat is dan altijd even belangrijk om te controleren natuurlijk. Want je wil niet dat als het draait dat het vastkomt in je loop. Maar eigenlijk alle kogeltjes die ik nu hier heb liggen, die passen hier gewoon prima in. Zoals ik zeg, het is een meerschots luchtdrukpistool. Deze is toegestaan in Nederland omdat hij dus net niet echt veel, net niet genoeg gelijkenis heeft met een bestaand model vuurwapen in Nederland. Dus daarom mag hij. Prijstechnisch heel interessant. Hij lijkt heel erg op het Baikal luchtdrukpistool, wat dus al een tijd uitverkocht is. Alleen hij is een stuk goedkoper. En ik vind het wel een aardig compleet ding, want een paar dingen die hierop zitten had bijvoorbeeld het Baikal pistool niet. Zo zit hier namelijk aan de onderkant van dit pistool een 22 mm Picatinny rail. Dus daar kun je eventueel een lamp of een laser of daar zou je iets op kunnen bevestigen. En hij heeft bovenop heeft hij ook een 11 mm dovetail rail zitten. Dus daar kun je bijvoorbeeld prima een pistoolkijker of een red dot zou je erop kunnen plaatsen. Dat maakt het wel heel erg leuk. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook normale richtmiddelen, hè? De cape en de korrel. De cape is zijdelings tevens verstelbaar. Hij heeft een handmatige veiligheidsbal, die zit hier op de trekker. Door deze in te drukken blokkeert hij hem eigenlijk. Druk je hem vanaf de andere kant in, dan is hij in feite schietklaar. Hij heeft dus een 8 schots, roterend magazijn. Ze noemen het semi-automatisch, maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde principe als een revolver. Eigenlijk iedere keer als je de trekker overhaalt, dan span je hem. De hamer die span je en die valt op een gegeven moment op het ventiel, waardoor daar lucht uitkomt, of CO2 eigenlijk. Die voert het richting het kogeltje en doet het weg. En het magazijntje draait dus bij ieder schot, draait het rond naar een volgende kamer. Net als een standaard revolver eigenlijk doet. Ik zal je even van dichterbij laten zien hoe je het CO2 patroon erin doet en hoe je het magazijntje laat. Oké, nou zoals gezegd, pistool komt standaard in een doos. Eventueel zijn er ook wel pistoolkoffers voor te vinden. Die hebben wij onder andere van Flambeau, daar passen ze perfect in. En ook eventueel wel in combinatie met een red dot of iets, of een kijker als je dat er al bovenop zou zetten. Zoals gezegd, hij werkt op een 12 gram CO2 patroon, dat zijn deze patronen. Met zo'n patroon kan je tussen de 40 en de 50 schoten ongeveer wel goed doen. Om het patroon in de greep te krijgen, draai je deze hier aan de onderkant eigenlijk los. Heb je deze los, dan kun je eigenlijk de hele greep kun je eraf glijden. En dan zie je hier ook de ruimte waar het CO2 patroon ingezet wordt. Dit moet je hier aan de onderkant moet je hem dan vastdraaien en dat kan tevens hiermee. Dit is natuurlijk van kunststof, maar in de doos vind je een paar van die reserve dingetjes. Want zou je hier heel veel kracht op zetten, dan zou dat natuurlijk kunnen beschadigen. Dan kun je dit ook met een platkopschroeven draaien, zou je dat aan kunnen draaien. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten dat als je een CO2 patroon in het pistool plaatst, dat je deze niet met heel veel kracht hoeft aan te draaien. Omdat je dan eigenlijk alleen maar het ventiel kunt beschadigen. Dus je legt hem er gewoon in zoals nu. Vervolgens hiermee draai je hem vast. En uiteindelijk draai je hem zo vast dat een ventiel in het pistool een klein gaatje maakt in het CO2 patroon. En vervolgens heb je druk. Zo zou die goed moeten zijn. Ik check het altijd even of er echt CO2 in zit.
Oh, veiligheidspal. En er zit druk in. De veiligheidspal, die kun je nou ook heel mooi zien. Die zit hier dus. Heb je hier een rode rand, dan weet je dat die schietklaar is. En druk je hem vanaf deze zijde in, dan blokkeert dat de trekker en kan hij het dus niet doen. Nou, het CO2-patroon is goed aangesloten, hè? Dus gewoon handvast is goed genoeg. Zit dit CO2-patroon er helemaal in, dan moet je hem ook daadwerkelijk leegschieten. Zou ik hem anders nu weer losdraaien, dan loopt het CO2-patroon leeg. Op zich zou je er nu eentje in doen en je gaat bijvoorbeeld morgen schieten, is het niet zo'n probleem. Maar laat je dit er al weken in zitten, dan kun je op een gegeven moment lekkages krijgen. En dan zou je merken dat de O-ring die hierin zit, die het CO2-patroon afsluit, dat die uitdroogt. En ja, dan moet je die vervangen. Die zitten er trouwens ook extra nog bij een pistool. Maar ik denk dat je het beter kan voorkomen dan genezen. Dus zorg gewoon dat als je klaar bent met schieten, dat je het CO2-patroon even leeg schiet. En vervolgens ook daadwerkelijk eruit haalt. En dat is eigenlijk de beste manier om zo'n ding te bewaren. Het CO2-patroon zit er dus in. De greep, die schuif ik er simpelweg weer op. Deze komt hier aan de onderkant. Eigenlijk heeft hij dezelfde greep als de Artemis CP2. Dat is ook een pistool die wij veel verkopen. Dat is een grendelpistool. Daar kun je dit eraf halen en dan zou je er nog een schouderkolf op kunnen doen. Ik hoop dus ook eigenlijk dat de losse schouderkolven ook binnenkort verkrijgbaar komen. Zodat je ja, deze eraf kan halen en een kolf erop kan zetten. En dat je er eigenlijk dus een karabijntje van kan maken. Het pistool is eigenlijk, hè, deze greep is natuurlijk van kunststof. Voor de rest bestaat het pistool eigenlijk grotendeels gewoon uit aluminium. Dit is gespoten, hè? Dus dit is niet geblauwd staal of iets dergelijks. Dat is dat. Het is een 8-schots magazijn. Je ziet hier aan de stervertanding dat dit eigenlijk de kant is die hier komt. Want er zit hier een palletje en iedere keer als je schiet, je ziet hem nu al gaan. Deze hier, die duwt iedere keer het magazijn een ronde verder. Zodat hij weer bij de volgende kamer uitgelijnd wordt en goed afgaat. Kaliber is 4,5 mm. Het is niet een heel erg krachtig pistool. Dit pistool heeft de fabrieksopgave dat hij een mondingssnelheid heeft van 106 meter per seconde. Er zijn natuurlijk veel krachtigere pistolen. Maar goed, neem niet weg, dit is wel een heel leuk ding. Met name dus om dynamisch mee te schieten. Hè. Je kan 5 of 8 blikjes neerzetten en een parcoursje maken dat je die zo snel mogelijk omschiet. Dat is natuurlijk wel heel tof. Wil je natuurlijk echt een wedstrijdpistool of wil je echt zo nauwkeurig mogelijk schieten, ja, dan kun je misschien beter helemaal geen CO2 nemen, omdat de druk natuurlijk van zo'n patroon op een gegeven moment afneemt. Magazijntje is geladen, zit er goed in. Wat ik zelf heel belangrijk vind, is om te voorkomen dat je later een vastloper krijgt, als je het magazijntje in het pistool zet, check even of je gewoon vrij kan ronddraaien. Zou je namelijk bijvoorbeeld een puntkogeltje hebben gebruikt die een klein beetje uit zou steken, dan zou het kogeltje kunnen vervormen op het moment dat het magazijntje draait doordat je ermee aan het schieten bent. Dus check altijd even of het magazijntje vrij kan ronddraaien en dan weet je in ieder geval zeker dat die gewoon klaar is en dat je ermee kan schieten. Pistool is vrij compact, hè? Is 25 centimeter. Hij is vrij licht, weegt 590 gram, maar heeft wel een goede balans. Ik vind het zeker prijstechnisch een interessant model. Maar ik zal even laten zien hoe die schiet. Dus we gaan even naar onze schietbaan toe. Oké, we staan inmiddels op onze proefbaan met de Artemis CP400. We hebben hem al geladen met gewone matchkogeltjes. Krijgen we wel eens mailtjes van mensen van wat is het beste kogeltje. Kijk, koop je nou een hele krachtige knikloopbux of perslagbux, dan moet je heel goed opletten dat je kwalitatief de betere kogeltjes pakt. Omdat die simpelweg nauwkeuriger schieten. Omdat je hier natuurlijk vooral heel snel mee schiet achter elkaar, is precisie gewoon minder belangrijk. Dus de meeste mensen nemen voor dit soort pistolen gewoon de standaard Gamo Pro Magnum kogeltjes met een bolkopje. Of bijvoorbeeld een matchkogel met een platte kop. Die zijn goed genoeg. Ze zijn iets minder maatvast als bijvoorbeeld JSB of H&N kogeltjes. Maar voor een pistool als dit is het eigenlijk goed genoeg. Wat ik zeg, ook omdat je eigenlijk redelijk snel schiet. Zoals ik zei, hij is geladen. Veiligheidspaal is handmatig. Dus zou ik hem op 7 vullen zetten, dan zou ik hem vanaf deze zijde daarvan in moeten drukken. Zo ingedrukt weer is hij dus schietklaar. Ik doe wel even een bril op. En dan hoor je aan de knal, het magazijn is leeg. Het is een ander soort geluid. Moet je natuurlijk altijd even checken. Dus het magazijntje eruit is leeg. Losse magazijntjes zijn ook eventueel verkrijgbaar. Die hebben we ook wel op voorraad. Pistool hebben we heel goed op voorraad. En eventueel de dingen om zo'n pistool mee uit te bouwen. Zoals bijvoorbeeld een leuke red dot erop. Van Hawk kan perfect.
Zoals ik zei, aan de onderkant van het pistool zit een rail, een 22 mm rail. Heb ik bij deze dan ook even een lasertje op gedaan. Ja, dat maakt het natuurlijk ook wel af. En dan nog steeds zit je eigenlijk heel redelijk geprijsd. Tenminste, zo'n Hawk Red Dot koop je voor 3 tientjes. En een lasertje is er gemiddeld al vanaf een 25 euro. En wat je dan natuurlijk kunt doen, is je de laser aan hebt, dan kun je hem nog zo uit de vrije hand vasthouden. En dan, oh, die ketsen terug. Dynamisch achter elkaar schieten. Het is gewoon super tof. Het is echt een hartstikke leuk, compleet pistool. Gewoon voor een hele gunstige prijs eigenlijk. We hebben hier genoeg voorraad van. Het zal heus ook een keer gebeuren dat die uitverkocht is. Maar dan proberen we het altijd zo te hebben dat het echt met koeienletters bij staat op onze website. We hebben hier nu echt dozen vol van binnen gekregen. En er is genoeg voorraad van. Zou je hem nou een keertje willen proberen bijvoorbeeld, kun je altijd naar onze winkel komen in Leeuwarden natuurlijk. Je kan hem ook online bestellen. Vanaf 100 euro betaal je in ieder geval geen verzendkosten bij ons op de website. En dan heb je hem eigenlijk altijd wel binnen een werkdag in huis. Ja, ben je geïnteresseerd in iets wat snel en semi-automatisch of in ieder geval achter elkaar kan schieten, ja, dan kom je eigenlijk wel een beetje op CO2 uit. En ja, daar is dit echt een heel mooi voorbeeld van. Dus ja, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.